Afgelopen woensdag speelden de Diepen uit Den Haag en Zwolle tegen elkaar in de Eredivisie Squash. Ondanks het gemis van wereldtopper Laurens-Jan Anjema aan Haagse zijde, wist de Diepen toch te winnen. Mede dankzij zijn broer Rombert Anjema. Hij boekte een zwaar bevochten zege op Karel Huisman. Rombert Anjema, vandaag heeft jouw club De Diepen met 9-7 gewonnen van Zwolle. Met een grote bijdrage van jou erbij, van een overwinning. Hoe blij ben je ermee? Ja, ik ben waanzinnig blij ermee. Ja, elk punt dat ik voor de club kan halen vind ik fantastisch. Ik heb een groot clubhart, dus ik heb hier jarenlang voor de club gespeeld. En ik krijg als clubspeler de mogelijkheid om in de Eredivisie uit te komen tussen allemaal professionals. En je hebt het gezien, ik ben onwijs blij met elk punt wat ik voor de club kan winnen. Dus ik ben heel erg blij, ja. Ja, het was een hele spannende wedstrijd die je speelde. Het hing erom. Had je van tevoren verwacht dat je überhaupt een kansje maakte tot de winst? Ja, die probeer ik altijd te hebben natuurlijk. Als ik de baan op ga, volgens mij met de gedachte dat het kansloos is, dan wordt het sowieso heel lastig. Dus het wordt sowieso lastig. Maar ik ga wel altijd de baan op met het idee dat, dat ik kan winnen. Weet je, ook tegen professionals die 5 dagen in de week trainen. Dan probeer ik mezelf af en toe een beetje voor de gek te houden. Maar ik ga zeker niet de baan op met het gevoel van dit wordt onmogelijk. Ik probeer me goed voor mezelf voor de gek te houden daarin, ja. Want een van jouw kwaliteiten, ik ken jou nog niet zo heel goed, maar wat ik wel op de baan merkte, is dat jij wel heel erg een goede mentaliteit hebt. Je gaat wel voor elk punt en je bent desnoods bereid om bijna te sterven. Ik speel 1 keer in de week en dat maakt helemaal niks uit. Alleen ik heb voor mezelf, als ik hier de baan op ga, dan weet je, het enige wat ik zelf onder controle heb, is dat ik 100% mijn best doe. En dat moment dat het zwaar wordt, weet je, dat het gewoon, dat je door moet gaan. En daar heb ik al een aantal jaren, ben ik daar al mee bezig, in andere sporten ook. Dus dat is mijn voorwaarde dat ik dat wel probeer te doen, ja. Dat is het minste wat ik kan doen. We kunnen er niet omheen. Jouw broer is natuurlijk de wereldtopper Laurens-Jan Anjema. Vind jij dat vervelend dat jij vaak als de broer van wordt gezien? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben een broer van, dus hij is ook een broer van mij. Dus vind ik helemaal niet vervelend. En als topsporter die hij is, geweldig. Weet je, ik kan er veel van hem leren. En hij misschien ook wel zelfs weer van mij. En we staan met elkaar aan één kant. Dus zeker niet, helemaal niet. Ik vind het mooi om met iemand over sport te praten, zoals met hem, zoals ik dat kan. En we kunnen trainen. En het is geweldig. Het is alleen maar leuk.